Tropisch weer of niet, ook de sauna's en wellnesscentra mogen weer klanten ontvangen. Al blijven er ook daar nog steeds genoeg regels waaraan ze zich moeten houden. Aan de massagetafel bijvoorbeeld. We moeten na elke gast meteen desinfecteren. Dus normaal gesproken na een massage hebben ze even de tijd om rustig bij te komen en even lekker te blijven liggen. En dan daarna staan ze op en dan kunnen ze lekker naar beneden. Nu is het de bedoeling dat ze toch meteen opstaan, zodat we meteen alles kunnen desinfecteren. Zodat dat zo snel mogelijk wel alles geregeld is. Wellnesscentrum Hammam op de Tongelse straat ontving voor de coronacrisis regelmatig groepen van wel 20 personen. Ook met de nieuwe regels zit dat er voorlopig nog niet in. Normaal gesproken kunnen we grote groepen toelaten. We hebben ongeveer één keer in de week meestal wel een vrijgezellenfeestje. We gaan straks een stuk minder mensen aan kunnen nemen. Dus er gaan er maximaal 4 zijn die hier plaats kunnen nemen. Die zullen dan uit hetzelfde gezin moeten komen. En anders wordt het 2 mensen uit een ander gezin. De heropening zorgt in ieder geval voor opluchting en blijdschap bij de vaste klanten. Ik ben blij dat het allemaal weer open is en dat alles weer mag. Ja. Heeft u het de afgelopen maanden gewoon met zelf dan maar gedaan? Rommels, ja, helaas wel. Dus ik ben heel blij dat het weer open is, want het begon toch echt de spuigaten uit te lopen. De grote vraag blijft, keert de rest van de klanten straks ook weer terug? Er zijn wel veel mensen uit verschillende regio's, uit verschillende landen ook. Mensen die bijvoorbeeld gewoon een dagje in Eindhoven komen voor te shoppen of misschien een weekendje in Eindhoven zijn. En of die terug gaan komen, dat zal er echt een beetje ontspannen. En dan is er nog een bedreiging bijgekomen, thuisverzorging. Ja, de kans is groot dat mensen heel veel thuis zelf hebben gedaan. Dus daarvoor hebben ze waarschijnlijk ook niet zelf dingen moeten aanschaffen. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan zelf producten om bijvoorbeeld zichzelf te scrubben of sauna's die ze hebben aangeschaft. Dus ook of hun terugkomen, dat blijft natuurlijk de vraag.